네. 자, 50분 됐습니다. 저희 앉아서. Mijn naam is Aaron Kwak en ik ben 28 jaar oud. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Leiden en ik ben nu klaar met mijn studie en ik hoop uiteindelijk dokter te worden. Ja. Nee, ik was 1 toen ik hierheen kwam in Nederland en eigenlijk was de eerste dorp waar we terecht kwamen was Geervliet, echt het uiterste van Zuid-Holland. En sindsdien hebben we nog 2 keer verhuisd, maar we zijn eigenlijk altijd in Zuid-Holland gebleven. Ik heb mijn hele leven in Rotterdam en omstreken geleefd. En ik ben met de school in Rotterdam Centrum ook gelopen en met heel veel plezier. En ik heb wel mijn studie dan in Leiden gedaan, maar ik ben juist nu weer van plan om terug te komen naar Rotterdam, omdat het mij altijd blijft trekken. En ik denk dat het het is een vrij grote stad, maar tegelijkertijd voelt het vrij dorps aan, omdat het allemaal, het is vrij goed gecentreerd en mensen zijn gewoon, het voelt anders aan dan in Amsterdam of Utrecht. Het is net wat hechter en het is echt een multiculturele stad, merk je ook wel. Dat vind ik ook leuk. Het is gewoon echt uit alle standen en alle rangen zie je wel mensen. Dan ontmoet je die ook, dus dat is leuk. Ja. Toen ik jong was, vond ik er eigenlijk niet zo heel veel aan. Want het is best wel een steriele stad, vond ik altijd. Omdat het een vrij nieuwe stad is natuurlijk, tenminste nieuw opgebouwd. Maar nu ik ouder word, begin ik het steeds meer te waarderen. En ik merk ook dat er echt heel veel leuke dingen opkomst zijn. Het is echt inderdaad heel kunstzinnig en heel cultureel. In de zomermaanden is er elk weekend wel een festival. En er zijn gewoon zoveel musea. En de architectuur begin ik ook steeds meer te waarderen. In het begin dacht ik een beetje van ik heb iets meer met klassiekere gebouwen dan met de gebouwen zoals in Amsterdam en Utrecht. Vind ik eigenlijk nog steeds wel een beetje mooier, maar ik begin het wel steeds meer te waarderen, de architectuur in Rotterdam. Ja, ja, ik ben Zuid-Koreaans inderdaad, maar ik woon al sinds mijn hele leven in Nederland en met name dus in Zuid-Holland en Rotterdam. Dat gaat eigenlijk wel heel goed samen, juist omdat ik op zondagen ben ik gewoon echt super Zuid-Koreaans. Dan ben ik gewoon Koreaans in deze kerk met al deze Koreanen om me heen. Dan ben ik hartstikke Koreaans, maar door de week ben ik dan weer veel Nederlandser en dan ben ik gewoon eigenlijk een Rotterdammer. En dat heeft even geduurd, maar het heeft nu wel zijn balans erin gevonden. En ik denk dat het gewoon allebei een deel van mij is en dat gaat samen gelukkig. Dus, er zijn best wel wat verschillen tussen het Koreaanse en de Nederlandse cultuur. De Nederlanders zijn toch een beetje op zichzelf en ze tonen weinig emotie, vinden wij altijd. Zuid-Koreanen, dat zijn pittige mensen. Het zijn mensen die vrij duidelijk zijn in hun mening. Ze zijn of heel blij of ze zijn heel teleurgesteld of ze zijn heel boos. Dat laten ze ook echt merken. Tegelijkertijd is het ook echt een groepscultuur. Het is echt een cultuur dat het liefst inderdaad met een groep omgaat. En het is echt een wij-cultuur, zoals ze dat zeggen. Hè? Dus dat ze ervoor zorgen dat de ander het ook gewoon op een gemak heeft. En net als ik. En Nederlanders die zijn toch wat gereserveerder. En ze zijn toch wat... laat die ander nou gewoon even met rust of doe maar gewoon, dat is al gek genoeg, dat is echt een beetje Nederlands cultuur, maar Koreaans is toch wel echt het uiterste van daarvan, het andere kant op. Ja,
Ja, ik ben inderdaad gelovig. Eigenlijk al mijn hele leven. Ik was, zodra ik geboren was, was ik al gedoopt. En mijn ouders die zijn... mijn vader is toevallig samen met mij gedoopt. Dus die was in het begin niet gelovig. Mijn moeder wel. En ja, het is eigenlijk vanzelf zo gaan groeien. En ook met name omdat mijn ouders die wonen dan toch in Nederland. En ze waren maar een van de weinigen die geëmigreerd waren uit Korea. En je merkt toch dat de mensen elkaar opzoeken. Wat ik al zei, hè, ze zijn heel erg gehecht aan elkaar. En de kerk, naar de kerk gaan was eigenlijk ook een deel daarvan. Het is echt een beetje...
De dingen die ze missen hier in Nederland, wat ze in Korea hebben achtergelaten, dat zoeken ze weer op in de kerk. En dit is dus, het is een heel mooi platform eigenlijk om die mensen bij elkaar te kunnen krijgen. En tegelijkertijd, het geloof is dan toch wel, dat bindt ons ook weer. En dat zorgt ervoor dat mensen blijven komen, zeg maar. Voor mijzelf persoonlijk, ik heb, het is dus inderdaad vanzelf gaan groeien door mijn ouders, omdat ik elke week wel naar de kerk ging. En vervolgens, in de studententijd heb ik er wel even goed over moeten nadenken of ik dat wel wilde blijven doen. En, maar uiteindelijk, ik denk toch dat mijn ouders dat zo bij mij ingepeperd, dat het er niet meer uitging. Het is voor mij het is een automatisme om naar de kerk te gaan en te bidden. En het is voor mij ook een steunpunt. Het is een uitlaatklep. Dus ja, voor mij was het juist heel fijn om naar de kerk te blijven gaan. Ja. Onze kerk is, dat is in Rotterdam, maar het is in Prins Alexanderpolder in het regio Prinsenland. En de mensen die hier komen, die komen eigenlijk uit heel Zuid-Holland. Er zijn maar heel weinig Koreaanse kerken in Nederland. Eentje is in Noord-Holland en de ander is in Eindhoven. En echt deze kerk hier komen dus de mensen uit Wassenaar, uit Den Haag, ook mensen uit Utrecht, meer Breda, Gouda, daar komen ook mensen uit vandaan. Dus eigenlijk komt heel Zuid-Holland hier bij elkaar. De meeste Zuid-Koreanen die hier wonen, die zijn inderdaad expats. Vanuit Hyundai of Samsung of LG. En dan komen ze hier voor 3-4 jaar. En dus meestal vrij jonge gezinnen die hier naartoe komen.
Maar het is ook een wat oudere garde die echt geëmigreerd is, zoals mijn ouders. En dat zijn mensen die eigenlijk met name veel te maken hebben met de Rotterdamse haven. Uiteindelijk met de scheepvaart enzovoort. En ze dan uiteindelijk een paar jaar zouden ze dan hier komen wonen. En vervolgens zijn ze eigenlijk blijven wonen omdat ze het een mooie stad vonden. Ja. Onze kerk heeft heel veel activiteiten. Wat ik ook al zei, het is inderdaad een plek waar mensen bij elkaar komen. En wij bieden dan ook al deze locaties en tijden om dat te doen. En dat is niet alleen de dienst op zondag, maar we hebben dus bijvoorbeeld eens in het jaar hebben wij de grote picknick met het hele gemeenschap. Dan gaan we dus naar een park in Blijswijk. En dan eten wij met elkaar. Dat is het eten wat we dan zelf hebben voorbereid. De kinderen die doen allerlei soorten spelletjes. Ze hebben ook een soort van bijbelkamp. Wat ze dan aansluitend eraan doen. En door die spelletjes leren ze elkaar weer kennen. Het is een soort van, ja, het is allemaal een beetje verbroedering, zeg maar. Daar is het voor bedoeld. Dit is onze pesto. Ze zitten dus nu allemaal per groep bij elkaar. En elke groep is dan per deelgebied in Rotterdam zijn ze ingedeeld. En ook door de week spreken ze één keer per week af. Hebben ze een soort dienst, een bijbelstudiegroep met elkaar. En dus ja, vandaag gaan ze dus ook weer per district komen ze dan niet bij elkaar om het eten te eten. En vervolgens is er dan een gezamenlijk nog een spel. Toch een beetje de band ook tussen de districten in weer goed laten lopen. Onder de elementary school in Korea. Eetjaat! De kerk zelf is opgedeeld in kleinere districten en daar is ook weer een leider in. En die leider die zorgt ervoor dat er wekelijks een bijeenkomst met elkaar is, waar ze dan een soort bijbelstudiegroep doen, maar tegelijkertijd ook heel veel praten over elkaars ervaringen en wat ze dan die week allemaal hebben beleefd, zodat ze elkaar ook weer kunnen steunen daarin. En die groepen bij elkaar, die groepen die hebben dan ook weer een bepaalde band met elkaar. En ze hebben dan ook elk eigenlijk op hun manier weer activiteiten wanneer ze dat willen. Door de week hebben we eigenlijk dagelijks het ochtendgebed, 's ochtends. Om 6:30 ochtends wordt hier al gebeden. En dan het duurt dan een uurtje en dan kunnen mensen daarna alsnog naar hun werk of wakker worden en ontbijten eigenlijk. We hebben dat een hele tijd ook via internet gedaan. Dat was ook via Skype mee, dat je thuis kon meebidden als je dat wilde. En op woensdagavond is er dan hier in deze kerk dan een woensdagavonddienst. Dat is dan ook nog extra erbij. Dus we hebben heel veel activiteit. Ja. Thank you.
네, 죄송합니다. 다시 한번 할게요. 지금 한 박자 더 두 배로 늘리셔야 돼요. 뒤에 가면 지금 맞거든요. 이 밸런스가 맞거든요. 템포 느리거나 빠르게 얘기해 주세요. Zondagochtend is dan is de dienst, zoals we iedereen wel gewend is, de grote dienst. En terwijl de volwassenen boven de grote dienst hebben, is dan beneden de kinderdienst. Dus dan tegelijkertijd. Vervolgens, als dat afgelopen is, dan komen we er buiten en drinken we koffie, eten we een broodje en praten we met elkaar. En ongeveer een uur later, dan begint allerlei soorten bijeenkomsten. Dan heb je de volwassen dienst boven, de middagdienst. En tegelijkertijd heb je de studentenbijeenkomst, de tienerbijeenkomst. En de kinderen die hebben ook een eigen klasje. Dus, dus op zondag hebben wij echt een volle dag. Ja. 바보 같은 놈아, 아까 있었죠. 바보 같은 놈아, 너 왜 그걸 모르냐? 다윗이 죽어야지 너가 다음 왕이 될 수 있다니까? 그러는 거예요. 그런데도 요나단은 계속해서 말렸어요. 그랬더니 어떻게 했는지 아세요? 아까는 다윗이었잖아요. 사울 왕이 자기 아들한테 창을 던졌어요. 정말 미친 것 같아요, 그죠? 아들에게, 요나단에게 창을 던졌어요. 근데 요나단도 그 창을 피했어요. 그래서 다윗에게 달려간 거예요. 그래서 지난번에는 내가 이야기했더니 우리 아버지가 너를 죽이지 않는다. 영적 신체의 모습입니다. 사실 생각해보면 모든 일에는 줄을 잇는 것부터